Dit is een nieuwsuitzending over de Bijbel en Jurk Kliesman. Ik lees de Bijbel, maar niet iedere dag of zo. Ik lees de Bijbel vanaf mijn 12e jaar ongeveer. En wat ik daarin tegenkwam, dat op zijn Engels gezegd, it rocked my socks off. Ik sloeg stijl achterover. En iedereen in mijn omgeving, die wilde ik vertellen van ja, let er eens even op. Ja, kom op, hier, pak even Matthäus dinges erbij of zo. Hè? Ik werd er gewoon helemaal vrolijk van. Van oké. Er gelden dus regels van hoe je met elkaar om dient te gaan. We gaan niet zo vervelend doen zoals die farizeeërs en die stomme schriftgeleerden en al die andere klojo's. Sadduceeërs. Maar iemand die zich heeft moeten begeven op het prostitutiepad. Of een belastingambtenaar. Ja. Waarom zou je niet met die mensen praten? Waarom zou je niet met die mensen omgaan? Nou, dat was dus voor mij zo. Ik kon echt geen hond in mijn omgeving overtuigen van de waarde van de Bijbel. En wat erin staat, en vooral het Nieuwe Testament en het boek Openbaring, ja, duik er maar eens in. Dat is beter dan de eerste Harry Potter film, hoor. En niemand geloofde mij. Mensen lachten me uit. Ik was de gek van Amstelveen. Nou, oké. Nou, dan kwam ik in Groningen terecht. Nou, al die boerenlu. Groningen is een beetje katholiek. Een beetje katholieke kerken daar. Nou, die mensen hadden er allemaal helemaal niks mee te maken. En wat heb je ook te maken met de katholieke kerk? Dat was mij al lang geleerd voordat ik naar Groningen kwam. Ik ben in de Pinkstergemeente gedonderd door mijn moeder. En daar heb ik een aantal jaren, kwam ik er heel trouw, iedere zondag. Het kwam netjes afgemaakt. En toen kwam ik daar aan katholicisme en dat klopt dus niet. Katholicisme is idolaterie. Die Pinkstergemeente, daar kan je van zeggen, van ja, dat is ook geïndoctrineerd en dat zal ook wel zo zijn. Er zitten ook vast wel jezuïeten tussen of zo, die er bovenaf aan de touwtjes lopen te trekken. En een beetje dan, ja, natuurlijk zal dat zo zijn. Ik twijfel daar niet aan. Maar het gebouw was sober. Het werd gedeeld met een andere niet-katholieke kerk. Twee niet-katholieke, dat bord hing ook op. Van het ene was dan weet ik veel, Hollands gereformeerd of zo. En die andere was dan Pinkstergemeente. Twee borden, één kerk. Ze hadden daar een doopbad. Echt op het podium was echt een badkuip gemaakt. Mijn moeder heb ik daar kopje onder zien gaan. Ik mocht dat niet, want ik was nog geen 18. Dat was een dogma van de Pinkstergemeente, van de Pentecostals. Maar ik vond het wel best. Ik vond het wel een leuke tijd. En toen moest ik weg naar Groningen. Dat vond ik ook alweer leuk, want dan hoefde ik niet meer iedere zondag er naartoe, want ja, ik werd ook maar ouder en ouder. Oh ja, dat was zo heel erg. Dan moesten we het Vondelpark in. Dat is een park in Amsterdam, heel beroemd. En dan moesten we dat Vondelpark in en daar het evangelie gaan zingen. Dus daar heb je allemaal liedjes van. Zo'n liedje is dan, er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer. Eens komt de dag, zodat hij ook voor jou zorgen mag. Toedoe, 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 toedoe. Jezus liep altijd. De rest weet ik niet meer. Ik deed dan gitaar. En
dan stond ik dus in dat Vondelpark, gewoon netjes, ja, zondagochtend, dus kom op. Jongens, allemaal de deur uit, we gaan gaan evangeliseren in het Vondelpark. En ik nam altijd mijn gitaar mee, want ik was dan de gitarist. Dat was allemaal geen probleem. Dus ik stond daar netjes in het Vondelpark en er was ergens een soort verhogingtje en daar stonden dan alle kindjes op een rijtje. En nu was het zo, in die dagen was mijn vader was pleiter en ik was van de hip, verhipsomstuit, verliefd geworden op een meisje en die heette Ellen. En die woonde aan de Lindelaan, met die hele mooie woning aan. Een mooie grote woning, een rijke familie en een mooi meisje, jongen. Dus als ik dan, als de klas dan uitging, dan wilde ik haar niet per se aanraken, maar ik schuifelde wel eens een beetje achterloos naar voren en dan raakte ze mij aan met haar schouder, omdat ze ook naar de deur wilde. Kortom, ik was over mijn oren verliefd. De naam alleen al, hè, liet mijn bloed sneller stromen. En dan stond ik daar in het Vondelpark met mijn gitaar en komt ze daar toch langs met haar familie. Nou, ik heb echt gelachen als een boer met kiespijn. Maar goed, dat waren die dagen. Dan zat ik dus in Groningen en dan hoefde ik niet meer naar de kerk toe. Dus was ik, nou trouwens, daar is het veel te koud. Er is ook helemaal geen Vondelpark. Dus. En dan toen kwam een beetje doorlopen zeuren over het geloof. Maar iedereen die mensen hebben er helemaal geen zin in. Nou, toen kwam ik in Wageningen. En dan was het allemaal beta-wetenschappen. Dus wiskunde, natuurkunde, scheikunde, ecologie, toxicologie, anorganische chemie, organische chemie, colloïdchemie, epidemiologie. Oh ja, en voor de rest, dus, dat is ongeveer 40%. En de rest is wiskunde. Erg interessant. Ja, die mensen waren allemaal helemaal overtuigd van een werkelijkheid en die kan je bestuderen. Voor de rest kan je gewoon alles in je reet steken. Wel was het zo dat mijn band, we hebben een optreden gehad in IJsselstein en dat was er echt bijna fout gegaan. En iedereen scheet zeven kleuren stront van zal dit wel goed gaan? En uiteindelijk werd dat een soort van gewoonte, want die eerste keer in IJsselstein die beviel zo goed. En werd mij dus gevraagd, maar wij aten altijd samen. Dan ga je er naartoe, moet je eerst 10 uur moet je sjouwen met honderden kilo's. En uiteindelijk ben je helemaal uitgeput, alle lampen hangen. Weet je, en dan, nou, dan krijg je in ieder geval wat te eten. En dan aten we samen. En er werd mij gevraagd om te bidden voor het optreden. En dat moest ik hardop doen. En dan heb je natuurlijk Matthäus 6 vers 1, waarin staat, bid niet in het openbaar. Maar dat heb ik niet gedaan. Want niemand heeft het gezien. Dat waren gewoon die jongens aan mij vroeger. Want ze hadden allemaal zoiets van, iedereen was rete zenuwachtig. Want je hebt al zoveel uur besteed om al die lampen in te hangen en het rookapparaat klaar. En dat zal er allemaal wel werken. Want voor hetzelfde geld werkt het niet. En dan ben je mooi de piemelina al. Iedereen was zenuwachtig. Ja, en dan bad ik. Gingen ze voor in het gebed. En daarna werd het een gewoonte. En toen daarna is die band in die formatie uit elkaar gevallen. Dus toen, en nu doe ik het niet meer. Het is ook helemaal niet meer nodig. Ik speel nog steeds met diezelfde jongens hoor. Maar nu in een andere, nieuwe formatie. En ik hoef helemaal niet meer te bidden. Neem een halve liter je neven mee voor de repetitie. Dat is ook leuk. Ja, na al die omstruidingen. Ik ben er wel eens een christen tegengekomen. Hoor. Nou, ook al hier op straat. Er staan ook christenen. Het is gelijk zwaan kleef aan. Maar nou, je hebt ook je Bijbel gelezen. Nou, zeg, ik val stijl achterover. Gewoon heerlijk, man. Dat zijn voorbijgangers, dat dan weer wel. Er stond laatst hier iemand op straat en die, een hele gezonde jonge, zo'n Hollandse jongen van een beetje formaat
uitsmijter of bouwvakker, zeg het maar. Gewoon echt zo'n stevige Hollandse jongen die je niet tegenover je wil hebben als je aan het rugbier bent. Hij stond dus gewoon met een Jezusbord om zijn nek. En niet eens mooi of zo. Dat was gewoon een stuk vloerzeil. Maar dan wit. En iemand had dus met een mooie viltstift even een boodschap opgeschreven. Ze hadden hem doorgevouwen. En er bovenin was een gat gemaakt waar zijn hoofd doorheen paste. En dat was het dan ook. Ja. Maar ons christen hebben geen geld. En een mooie discussie die hij uitlokte. Mensen op straat zeggen, wat zie jij er belachelijk uit? En de klas ook gewoon zei, ja, moet je kijk eens even wat erop stoort. Even boodschap lees. Ik sta je toch niet voor de kats met de korte achterkont. En zo ontmoette ik dus wel christenen. Er zijn gewoon christenen om mij heen. Ik ben ook op een verjaardag, een oudejaarsavondfeest geweest. Ongelooflijk dronken geworden. En helemaal doorgestoomd met tabak en wiet en muziek gemaakt. Het was echt een geweldige avond. Heel erg stout. En dan werd ik 's morgens wakker zonder kater. Ja, zo gaan die dingen. Hè. Je wordt gewoon wakker en denkt, oh, ik ben wakker. Nou zeg. En de koffie was voor iedereen gratis. Dus nou, ik mocht een kopje koffie. Ik was $1,000,000, man. Echt een geweldige avond. Dat was ook een christen. En een beetje zo'n typische Bible Belt Christian. Dus een bepaald type mens, een beetje wat langere schedel en aan de bovenkant een beetje breder. En blond haar meestal en kijkt een beetje zuinig uit de ogen. En die had een geweldige vrouw. Oh, Jezus, mijn Christus. En die had gewerkt in de ICT. Ja, ik ken die lui. Ik ken die lui van vroeger. Want die lui hebben nooit tv gekeken. Dat dacht je helemaal niet. Dat deden die mensen in die dagen helemaal niet. En tv, ja, misschien af en toe in de moderne tijd of zo, maar voor de rest helemaal niet. Dat is zo'n, zou je bijna zeggen, een aarts-christen. Die dat helemaal snapt. Radio, tv gaat er weg. Zo heb ik ook werkte ik in Scheemda, dat is een plaats in Groningen, helemaal in het noorden en noordoosten. Best een eindje rijden. En daar werkte ik samen ook met een christenjongen en die kwam uit onder Rotterdam, Dordrecht of zo. Dus hij moest verder rijden dan ik. Ik zei dus ook tegen hem, van, heb je gisteravond gekeken naar de Doris van Dinges show? Keek hij me zo aan, dan zei hij nee. Ik kijk nooit tv. Ja, ik sinds kort ook niet meer. Sinds 2010 ben ik daar radicaal mee gestopt. En dan met name, want daarvoor was ik er zelf al mee gestopt. Maar mijn dochter had ik hier 3 dagen in de week over de vloer. En zij was helemaal stom verbaasd van waar doe ik de tv aan en waar staat de tv eigenlijk. En dat ik tegen haar zei van nou, dan heb ik 2 goede berichten voor jou. Punt 1, je hebt een verbod om tv te kijken in deze woning. En om dat goed te maken, ja, heb ik geen tv. Nog vergunning. En die jongen waar ik toen mee samenwerkte, die christen, die was er met de paplepel ingegoten. Die hoefde maar 5 minuten tv te kijken om te weten dat dat de antichrist is. Dat het precies is wat je niet nodig hebt. Dus kijk je daar niet naar. Want het beïnvloedt je. Hoe je het ook wil. En je kan wel zeggen, ja, ik ben er immuun voor. Maar hoezo? Nou, na al die omzwervingen. In Wageningen is er ook nog iets met een christen gebeurd. Dat vond ik wel erg. Dat is een zonde van mij. Toen heb ik gezondigd. En dat had ik die jongen. Ik heb hem echt gewoon tegen die jongen gezegd van ik was het die aan de verkeerde kant van de bel zat te trekken. Dat is ook gebeurd. Een hele aardige jongen en getalenteerd. Ja, dat is een lang verhaal, maar goed, dat heeft natuurlijk weer te maken met een meisje. En hij was, ik heb gezondigd.
bij deze man. Nee, dan mag je niet opbiechten. Ja. Trouwens, zo erg is het allemaal niet geweest. Dus het viel ook al hard reuze mee. Ik ben geen zondaar in die zin dat ik echt van hou. Dingen overkomen. Ja. Hij heeft wel, ja, goed, laten we het verder niet over hebben. Heel belangrijk. Ik heb er geen fout in gemaakt, laat ik het zo zeggen. Ik heb me altijd, ik heb er geen fout in gemaakt. Ik ben erin getuimeld en ik ben eruit geklommen. Ik heb later sorry gezegd tegen iedereen. Dus, nou ja, waar hebben we het over? Hè? We hebben het over Perry de Stommeling. Nou, dat heb ik denk ik wel alle christenen gehad die ik in mijn leven heb ontmoet. En toen ben ik Jörg Kliesman tegengekomen. En het was geweldig. Dat vond ik echt ontzettend leuk om iemand te ontmoeten waarmee ik gewoon Bijbel kan lezen. En dan pakken we het mij ergens op. Ik mag altijd zeggen waar we gaan beginnen. En als hij een afdwaling heeft, dan moet ik achter hem aan hollen. Want waar zit je dan? Dan zit je bij Romeinen 13 of zo. Dan moet ik ook een beetje voortmaken. Dat lukt me niet altijd even goed. We hebben dan gewoon een Bijbellezing. En laten wij zien dat je de Bijbel zelf kan lezen. Want als twee... En dat mag best wel van Jörg Kliesman, ik moet niet gelijk boos worden dat ik hem uitscheld. Maar als twee volidioten, hè, wie ich und ja, in staat zijn om de Bijbel te lezen en erop te reageren. Je erop ageert opnieuw. Dat je het op je in laat werken, dan heb je een agatie en dan komt er een reagatie, een reagirum. Uit je mond. Die ergens op slaat. En hoe kan dat? Ja? Want Jörg Kliesman en ik kunnen ook 50 tinten grijs gaan lezen. Ik weet niet of je die serie kent. Dat is zo'n boekwerk geschreven door een vrouw. We kunnen ook Liestwaar de O. Dus een D-apostrof O. Liestwaar de O. Het verhaal van O. Kunnen we ook gaan lezen. We kunnen ook de 120 dagen van Salo gaan lezen. Denk je dat jij, dat mijn vriend Jörg Kliesman en ik dat gaan doen? Tuurlijk denk je dat niet. En hoe komt dat dan? En vraag je ook eens af, hoe kan dat dan? Want Jörg Kliesman is geboren in Hamburg. En ik ben geboren in Bovenkerk. En dan moet je eens weten, van Bovenkerk naar Hamburg, Bovenkerk ligt onder Amsterdam. En je hebt eerst Amsterdam, dan krijg je Amstelveen en dan krijg je Bovenkerk. Dus ik zit onder Amsterdam en Jörg Kliesman, die woonde in Hamburg in die tijd. Hoe zijn wij elkaar tegengekomen? Ik heb bij die man op bezoek mogen komen. En ik zou een compagnon bij me hebben met een kind, een hond. En dat laatste heeft allemaal verzaakt. En Jörg Kliesman die glimlachte alleen maar en zei van... Oh, wat leuk om te zien hoe je er in het echt uitziet. Want die ene foto, dat is een hele mooie... foto die heeft Nina van mij gemaakt, precies op het goede moment. Dat is gewoon een geweldige foto, maar die is uit 2011 of zo, die is 6 jaar oud. En ik ben een mens en ik verander. Niet als een hond wordt niet ouder, die blijft er altijd hetzelfde uitzien, een dier. En Jörg Kliesman en ik. Dat vond ik leuk. We hadden eerst een eind gewandeld met zijn moeder. Zijn moeder zit in een invalide wagentje, een karretje. Hij heeft een hele leuke hond. Hij heeft zo'n lekkere wilde bras. En hij heeft zo'n wandeling waarbij de hond los mag. Dat vind ik zo leuk als je zo omgaat met dieren.
Je moet je hond loslaten. En het hondje was zo blij. Het hobbelde allemaal van links naar rechts en overal snuffelen. Volgens mij was het een teefje. Maar het leek wel een reutje. Het was echt een hele wilde bras. Echt leuk. En die wandeling was mooi lang. Oh ja, we hebben ook nog paarden. Hebben we Jurk, in ieder geval Jurk. En zijn moeder die hielp ook een beetje. Gewoon een tasje pakken, een stukje plastic en een wortels eruit. En dan werden die paarden, die kregen een stuk wortel. En, ja. En dan een stuk verder lopen had je ezels. En die kregen ook een stukje wortel. Kortom, het was echt een geweldige wandeling. Er zat ook een hele mooie heuvel in. Echt dacht van, mooi, hehe. Want het was niet echt koud of zo, dus ik zweette me kapot. Ik had misschien geen pet op moeten doen of zo. Het was te warm, maar ik was blij dat ik bovenop was. Hoor. Nou, toen weer helemaal omlaag. En toen kreeg ik bij hem thuis een glas appelsap. En ik mocht roken. Dat is ook zo'n christelijke gewoonte. Wanneer iemand wil roken, dan zeg je, ja, ga lekker roken, jongen. Gewoon een spirituele oefening voor je. Van, even voor de ingewijden, maar Ignatius de Loyola. Die sukkel, zou ik willen zeggen. Maar dat mag, je mag toch geintjes maken over katholieken. Ze horen dat toch niet. Die NSE, die werkt helemaal niet. Zo. En die sukkel van Ignatius de Loyola, die is dus gewoon in het bed gaan liggen. Waarin iemand overleden is van de tyfus of zo. Tering, of hoe weet je dat. In ieder geval een besmettelijke ziekte. Dan ging hij erin liggen en dan. Het dagelijks leven, en die grap heb ik ook tegen Jurre Gliesman verteld. Het dagelijks leven is al spirituele oefening genoeg. Ik word bezocht door Jurre Gliesman. Ik was trouwens overigens 3 kwartier te laat. Die arme jongen, die heeft dus eerst zijn moeder moeten laten eten, want die verrekte van de honger. En zelf had hij zoiets van, nou, ik wacht op Perry. En dan kwam ik dus binnen en ik wilde helemaal geen lunch. Ik eet maar niet zo heel erg veel. Een ander eetpatroon. Maar het was ontzettend, echt, dat was hartstikke lekker. Dat had er helemaal niks mee te maken, alleen... Nou, mijn maag verwacht dat dan niet. Ik raakte een beetje in de stress. Van oké, maag, er komt nu even iets aan wat hartstikke lekker is. Dus niet zeuren zo dadelijk. En dat was eigenlijk het enige. Maar ik mag dan bij hem langskomen. Hè? En waarom is dat? De consensus tussen mij en hem is dat dat wat in de Bijbel staat. En dan hebben we het over de Koning James versie van 1611. Dat staat daarin. Dat is de consensus. Dat is het woord van de Heere, Heere. En hoe blij denk je dat ik ben? Hè, dat ik helemaal 200, en ik ben ook een beetje fout gereden. En de terugreis ging beter, dus alles bij elkaar, pak een beet, 450 kilometer heen en weer. Dan moet je ook nog langs Eindhoven. Waar al die katholieken zitten. En langs Os. Waar ook al die katholieken zitten. Helemaal terug naar. Oh ja, dan heb je ook nog zo'n bord. En dan staat rechtsaf Nijmegen. En dan moet je even weten dat Nijmegen staat hier dus te boeken als katholieke kuddestad. Moet je Nijmegen moet je mijden. En dan kom je in Arnhem. Ja, en hier zijn ze de kerk aan het afbreken. Maar voor de rest. Zijn die katholieken net zo ellendig bezig. Ze zijn de Eusebiuskerk weer aan het opbouwen. En dat kost heel veel jaar hoor. En ze krijgen dat ding maar niet af. Ze zijn nog steeds in de stijgers. En inmiddels zijn ze die katholieken dan begonnen om de beek, een ondergrondse beek hier, boven water, bovengronds te brengen. Bovengronds moet ik zeggen. Bovengronds te brengen. Dat is heel gedoe, want het water moet omgeleid worden, heb je tijdelijke leidingen nodig. En dan uiteindelijk moet een grote schakelaar om en dan gaat die stromen. Nou, dat bouwwerk is voorlopig ook nog niet klaar. Dus als ik van hieruit naar de supermarkt wil voor mijn dagelijkse alcoholverslavingsdosis,
die ik hopelijk gratis van de overheid ga krijgen, zo dadelijk als ze mij van vergeven. Maar dan moet ik helemaal omlopen. Nou, kortom, hoe je het ook wendt of keert, de Bijbel is iets waard. De Bijbel is de consensus. De consensus over gedrag. En er zitten in de Bijbel elementen als vrouwen moeten in de kerk hun bek houden. Dat valt niet echt lekker bij een bepaald deel van de christenen. Behalve dat verstandige deel van dat deel van de christenen, namelijk met de ballen in de buik, die dat goed begrijpen. Ik trek me gewoon even een ding uit de doos hoor. Maar bijvoorbeeld vrouwenstemrecht. Het idee was, die mannen gaan stemmen en dat doen ze in overleg met hun vrouw. Ze stemmen in overleg met hun gezin. De grondeigenaar, die stemt. En dat doet hij gewoon. Een slimme grondeigenaar, die heeft overleg met de mensen om hem heen. En vraagt dan, wat zal ik stemmen? En als de groep zegt, stem maar dat, dan gaat die man stemmen. En geen vrouwenstemrecht, want we slaan dat op. Dat kan die man toch gewoon doen. En dan kan hij toch gewoon zeggen van, ik stem namens mezelf, mijn vrouw en mijn 3 kinderen. En gewoon 5 handtekeningen in 1 keer. Hoppakee. Dat is Bijbels. In Genesis staat letterlijk, God schiep de mens. Ik kan het niet zeggen letterlijk. Maar God schiep de mens, man en vrouw. Ze hebben beide een eigen karma. Om maar even de Hindoestaanse luisteraars, die ik ook graag wil uitnodigen, om kennis te nemen van het Bijbelgoed. Karma is een vorm. God heeft ons moeten scheppen naar man en vrouw. En wij hebben ons te voegen in die rol. En doe dat maar. Ik doe het je niet na. Ik heb het je voorgedaan. Ik ben het huis uitgetrapt. Ik heb 10 jaar lang, echt wel leuk hoor, dan moet je echt lachen. Ik heb 10 jaar lang heb ik elke dag de afwas gedaan. Ik heb 6 dagen in de week heb ik het ontbijt gemaakt. Ik stond als eerste op. Ik heb 4 dagen in de week het avondeten op tafel gezet. Ik heb de helft van de tijd mijn kind naar school gebracht. Dan wel van school gehaald. Ik deed alle ingewikkelde dingen. Met de boormachines, elektra, volkshuisvesting, gemeenteverklaring, zeg maar. De verwarming die werkte helemaal niet goed, heb ik helemaal geregeld. Er moest extra afvoer komen, heb ik ook geregeld. Oh ja, en de keer was de afvoer verstopt, heb ik ook geregeld. Ja, dat soort dingen. Je werkt je eigenlijk weer. En die vrouw van mij, toen mijn vrouw. Het huwelijkscontract is terecht verbroken. En het heeft me een enorme schadepost opgeleverd. Die ik dus gescoord heb in de hemel. Dus die vrouw heeft mij alles bij elkaar €400.000 gekost. Dat krijg ik van haar. Krijg ik dat terug. Als ik maar niet zeur. Want zij is een kale kip en daar pluk je geen veren van. En dat is niet wat de Heere bedoelde.
de Heere Heere bedoelde dat een man en een vrouw samen dat moeten doen. En dat heeft te maken met hele praktische elementen. En daarin dienen die twee zich te verenigen. Nu even terug, eventjes over, ik heb het nu net gehad over de waarde van Genesis en wat daar nou precies staat over man en vrouw. Dat er twee verschillende vormen zijn van karma. En dat was een kleine afdwaling. Maar dan terug als afronding naar het conflict tussen mij en Jurk Kliesman. Want daar begon hij over. Wij kwamen terug van die wandeling. En ik mocht roken. En toen kreeg ik een glas appelsap aangeboden. Echt heerlijk appelsap. En toen zei Jurk Kliesman tegen mij. Gewoon Peggy. Jij en ik hebben een conflict. En dat conflict, dat is overbrugbaar. Daar kan ik wel wat mee. Dus dat is niet erg. Het is leuk om verschillend te denken over hetzelfde ding. Vanuit beide een eigen optiek. Dan heb je een discussie. Je kan ook zeggen, dat is een wrijving. En ik zeg dan, een wrijving levert warmte op. Tenzij die natuurlijk, je moet niet een schuurmachine op een rechterdij zetten. Met van dat grove schuurpapier en dan heeft hij... Ja, dat doet pijn binnen, dat is heel veel wrijving. En zoveel wrijving is er niet tussen mij en hem. Wel leuk dat er wrijving is. Want dan is het gewoon echt warm. Dan kunnen jullie ook luisteren naar hoe die wrijving zich ontwikkelt. En hoe we tegen elkaar in schuieren of schuren. En waar het op neerkomt, waar de wrijving vandaan komt. Ik ben bij de Jezuïeten op school geweest. En als je wat wil weten van de Jezuïeten, dan hoef je alleen maar hier eventjes te kijken naar wat je hier allemaal ziet. En dan moet je een beetje doorklikken. En doe het 10 minuten per dag. 10 minuten per dag ga je gewoon een van deze video's bekijken. En dan weet je wel waar Jurk Kliesman en ik het over hebben. En ik ben bij de jokers, die Jezuïeten, op school geweest. Ik heb mijn diploma Thomas van Aquino. Dus ik heb mijn middeleeuwse filosofie, heb ik een 6 voor gehad. Dat is goed genoeg, doorstaan maar. En antiek had ik ook een 6. Dat ging ook wel goed. Dus antieke is van Aristoteles en Plato. En tot mijn stomme verbazing. Is het vanuit de logica waar dat wat in de Bijbel staat. Dus mensen kunnen wel zeggen, sodomieter op met je Bijbel. Want wat voor een boek is dat dan? Nou, mijn antwoord is, het is een logisch onderbouwd gebeuren. Het punt is, hoe konden die mensen destijds die logica hebben? Want over die logica, de achterliggende logica van de Bijbel, daar weten we helemaal niks van. Hoe kan het nou dat die mensen dat toen al wisten? Dat is gewoon een terechte vraag hoor. En het antwoord is, dit is wat de Heere Heere wilde dat wij zouden opschrijven. Dit is dus het woord van God. De Bijbel dus. En dat dien je te respecteren. En Jurk Kliesman doet dat.
En wat hem een beetje verbaast, is dat ik dan tegen hem kan zeggen van ja, het klopt logisch gesproken allemaal. En Jurre Gliesman heeft ook een keer tegen mij gezegd, jij bent het profane aan het mengen met het goddelijke. En daar schrikt hij van. Dat doet hem een beetje terughouden. Snap ik wel. Maar zo is het niet bedoeld. Ik ben Bijbel lezend vanaf mijn 12e. En vanaf mijn 40e ben ik Bijbel wetend, moet je misschien wel zeggen. Ik denk, ja, fok. Het is gewoon wel waar. En al die keren dat mensen mij uitgelachen hebben van jij met je stomme Bijbel. Ja, ik weet nu gewoon dat ik stomweg gelijk had. En ik kan die mensen dus voor de oren meppen met logica. Je moet even nadenken over je aanwezigheid. Wat is er eigenlijk aan de hand? En mensen als Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger en zelfs wil ik nog Jean-Paul Sartre een respect geven. Want ze hebben het over hetzelfde als dat wat in de Bijbel staat. En dat is dan voor jullie luisteraars een leuke, dat je kan horen hoe ik, Perry, en hoe Jurk, mijn lieve Hamburgse vriend, tegen elkaar een beetje misschien mopperen af en toe. Maar dan hoor je die wrijving en dan ga je zelf nadenken. En uiteindelijk vertel ik je dat de weg van Jurk Liesman, dat is de kortste weg. Dat is gewoon weg, stomweg, je Bijbel lezen. Elke dag. Het slapen gaan of zo. Goed begrijpen wat de Heere wil dat jij leest. En je kan wel een of andere de Terminator 3,5 gaan kijken. Wat heb je daaraan? Bolke de Beer. Bolke de Beer. Of de Fabeltjeskrant. Lees gewoon je Bijbel. Het is echt een heel erg lief advies wat ik jullie geef. En in de vorige uitzending heb ik het gehad over het feit dat een originele, als je dat liever hebt, maar originele, original King James Version, die kost je €11. Jeetje man. En dat doe je dan met een mandje of 10. Dan bestel je 10 tegelijkertijd. En dan krijg je volgens mij 10% korting. Want ze willen ook van die Bijbels af. En waarom willen die mensen van die Bijbels af? Nou, dat is omdat in die Bijbel de dingen staan die jij moet lezen. Dat is de consensus van onze voorvaderen. Dat is niet een Mahabharata. Zo'n boek wat je uit hebt in 3 uur. Een soort uitzending van Star Trek. Had ik ook met mijn dochter, dan keek ik naar Star Trek. En dat was ook wel leuk om dat kindje een beetje cognitief te laten werken. Dus lekker Star Trek. En die regelde ik dan met een vriend. En die deed de illegale download. Want dat kon ik me niet veroorloven. Want ik werkte voor, niet al te stout zijn. Hè? En hij had gewoon zo'n lullig IBM computertje. De hele mooie trouwens, wel zelf gemaakt. Maar ik vind IBM niet zo fantastisch. Windows. Hij is dan Windows man. En hij deed dus die downloads. Ja, en ik moest iedere keer die hele wandeling maken. Dat was 2,5 kilometer. En weer terug. En dan nam ik altijd een tasje bier mee. En ik wist wat hij lustte. Dus dat was precies zijn biermerk. En dan keek hij dat tasje en dan ging hij helemaal glimlachen. En dan kreeg ik van hem die dvd's. En mijn dochter moest ook af en toe gewoon meelopen. Ik zei, kom, loop maar even mee. Best een mooie wandeling. Ja,
En toen kwam dus het moment dat ik dus de zoveelste afzending, uitzending startte. Season 6 of zo, aflevering 9, we hadden al heel veel gekeken. Maar dan zagen we alleen maar de intro. Dus voordat de Star Trek begint altijd gelijk met een scène. Dus je ziet eerst een scène en daarna krijg je space. A bold Rico, where no one has gone before. Je begint dan en dan krijg je de wat titels of zo. En dan begint hij echt. Je hebt dus eerst die openingsscène. Nou, en mijn dochter die zag die openingsscène en zij had een lekker diep bord met een lepel. En een macaroni erin. Ja, gewoon lekker. Zoals mijn moeder dat maakte. Haar recept. Een beetje paprika poeder, uitje erin, knoflookje erbij. Lekker jongen, smullen met die handel. Eitje erbovenop. En met een lepel kan je een eitje gewoon in stukjes pakken. Geen probleem. En zij zit te kijken naar die openingsscène. En ze zegt, oké, ik snap de clue. En ik zit er dus naast, ook met een deep board, ook met macaroni, die ik zelf wel lekker vind smaken. En dat eitje, heerlijk. Hè? Ik zeg, wat? Ja, zegt ze. Het zit zo en zo en zo, dat wordt de plot. Ja, en toen gingen we samen meezingen. Space, water, never gone before, la la la. Ik denk, zou ze gelijk hebben? Ja, ze had gelijk. En toen dacht ik echt, fok. Dat is Star Trek. Dat hebben kinderen zo door. En dat is een bepaalde, dat is een sequentie van, dat noemen ze archetypen. Jung heeft er denk ik, Carl Gustav Jung, die heeft er veel over geschreven. En dat hebben kinderen gewoon, ja, in ieder geval dat kind van mij. Die heeft dat zo door. En dan zit ze wel lekker te kijken naar. Want dan ging ik ook met haar kijken van. Wat vind je van het acteerwerk? Wat vind je van de regie? En dan kon Nina er ook. En Nina is mijn dochter. En kind. En daar kon Nina dan wat over zeggen. Maar zo snel heb je dat dus uit. En dan kan je alleen nog maar kijken naar de regie. En het acteerwerk. En. Elke scèneontwikkeling snap je eigenlijk wel. Bij de Bijbel is dat niet zo. De Bijbel is net als een stukje hout waar je eeuwig op kan blijven kouwen. Het is echt zo. En ik zou er echt eentje persoonlijk aanschaffen. Gewoon eentje. En iedere dag een stukje. Begin maar met het begin. Denk er eens over na en stuur een ander een e-mail met een vraag. Het is leuk als je het met z'n tweeën doet. En dan moet je wel met z'n tweeën dat boek van tevoren helemaal vertrouwen. Je moet echt weten dat de King James van 1611, dat is zo zorgvuldig samengesteld van voorvaderen. Die van jou houden. En later, maar niet zo heel veel later, rond om 1800 ongeveer, en toen begon het een beetje te hollen, is alles wat erin staat, logisch gesproken, bewezen. Dus wat wil je nog meer? Daar staat je waarheid in. En in de krant, ja, kom op. Op tv, ja, gaat dat weg. Ken je dat, ik ga afronden. Maar ter afronding nog eventjes, even geintje, je hebt samen Sedemcy. Even geintje, meneer Sonnebich. Bekennen jullie dat spel? Dat was heel favoriet is onder de laatste tv-kijkers. Hè? Want er zijn dus mensen die zijn bezig om afscheid te nemen van de tv. Maar ze willen er alsnog als laatste een beetje fun aan hebben. Hè? Dat je kan lachen met de tv. Dat zijn er niet veel mensen te zijn, maar die houden dan contact via peer-to-peer netwerken en er is een soort een toernooi.
En dat toernooi, dat heet dus, en daarom is het ook peer-to-peer, en echt de NSA kan er in principe niet bij, maar het is maar de vraag, hè, hoe lang het duurt. Het is een enorm gevaarlijke business van die vrolijkers die afscheid aan het nemen zijn van de TV. Nou, dat heet dus, ik ga het even zachtjes zeggen, het heet dus Spot the Homo. Nou, en het werkt als volgt. Dat heb ik allemaal van horen zeggen. Dus niet gaan zeggen dat ik dit van horen zeggen. Misschien is het wel helemaal niet waar. Hè? Maar wat ik gehoord heb, is bij Spot the Homo heb je altijd een spelleider en die wisselt. Hè? En dus de ene keer is de ene de spelleider en dan is de andere de spelleider. En de spelleider die krijgt de laptop of de iPad. Of die mag achter de computer zitten. Want sommige van die mensen die spotten de homo spelen, die hebben geen geld voor een laptop of een iPad. Dus die hebben een vaste computer. En dan gaat de spelleider achter de computer zitten. Nou, voor de rest zit iedereen achter de tv. Ja. En dan wordt de tv aangezet. En dan gaat de spelleider wacht. En op een gegeven moment zegt iemand, homo! Ja, en dan wordt onmiddellijk dan moet de tv wel bevroren worden, want de spelleider moet goed opletten wie het is. Hè? Want de ene is de andere homo niet. Hè? Je kan wel zeggen het is een homo, maar ja, die ziet eruit als een homo. Hè? En dan gaat de spelleider, die gaat met die naam onmiddellijk op Google, gaat die en doet die enter. En dan zegt hij van, ja, correct antwoord, goeie bingo. Nou, en dan gaat het spel weer door. En dan doe je iets van zoveel rondes en dan moet je van spelleider wisselen. Want de spelleider wil ook wel een keer als eerste de homo spotten. En iedere keer als de homo gespot wordt, wordt het aantal seconden genoteerd. Dus je moet de homo zo snel mogelijk, in dat spel dan, hè. Ik zeg niet dat ik dat speel. Ik speel al heel lang geen spelletjes meer. Ik vind het wel erg genoeg dat ik hier op het internet loop te lullen als een of andere homo. Ik heb dat niet gespeeld. Ik heb dat gewoon gehoord. En toen dacht ik, het is eigenlijk wel leuk. Het is eigenlijk wel een leuk spelletje. Aan de andere kant denk ik gelijk, ja, zo'n spelletje is snel afgelopen. Want je doet de tv maar aan. En binnen 5 seconden zeg ik, homo. Ja hoor, het is weer. Ik weet niet wat het is, maar in Hilversum moet je denk ik eerst homo zijn. Voordat je daar achter de microfoon mag zitten. Maar het zal wel weer aan mij liggen. Hey, op zijn hamburgers, zag ik, ja. Tjus. En dag, lieverd.